Welkom terug bij deze college-serie. Vandaag ga ik het hebben over non-lineaire verbanden. Eerst moeten we even onze kennis van regressie opfrissen. Herinner je uit eerdere colleges dat we de volledige regressieformule als volgt noteren. De score op de afhankelijke variabele i voor elk individu i is gelijk aan de intercept van de regressielijn a plus het hellingsgetal van de predictor x keer de individuele waarde op die predictor x plus individuele voorspellingsfouten voor elk individu. Vorig college heb ik uitgelegd wat een interactie-effect is. Een interactie treedt op wanneer het effect van één variabele afhangt van de waarde van een andere variabele. Als die beide variabelen allebei continu zijn, dan krijg je een unieke regressielijn voor elke mogelijke waarde van de moderator. In drie dimensies krijg je dan een soort krommend vlak voor het verband tussen x1, x2 en de afhankelijke variabele y. Als één van de interacterende variabelen dichotoom is, dan krijg je slechts twee unieke regressielijnen. Maar dat is dus ook één unieke regressielijn voor elke waarde van de moderator. Ik heb vorige week in voorbeelden laten zien dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de effecten van betrokkenheid en warmte op de adjustment van het kind en er is een interactie tussen betrokkenheid en warmte, dan zou je dus voor elke mogelijke waarde van warmte een unieke lijn voor het effect van involvement kunnen trekken. En andersom zou je ook voor elke mogelijke waarde van involvement een unieke lijn voor warmte kunnen trekken. En in deze twee plaatjes zie je een aantal van die mogelijke unieke lijnen. Maar alle lijnen die daartussen liggen zijn ook mogelijk. Als je in drie dimensies naar een gewone multiple regressie kijkt met twee predictoren, dan zie je een plat vlak in drie dimensies. En dat platte vlak betekent in dit geval dat het effect van genderrollen op betrokkenheid van de ouder voor elke waarde van werkuren gelijk is. En andersom is het effect van werkuren op betrokkenheid gelijk voor elke mogelijke waarde van genderrollen. Maar als je in drie dimensies kijkt naar multiple regressie met een interactie, dan zie je een krommend vlak in drie dimensies. En dat betekent in dit geval dus dat het effect van betrokkenheid verschilt voor elke mogelijke waarde van warmte. En andersom ook dat het effect van warmte verschilt voor elke mogelijke waarde van betrokkenheid. De reden dat ik dit opfris is omdat de kennis over interacties direct relevant is wanneer we het hebben over non-lineaire effecten. Laten we even kijken waarom. Hier zie je een scatterplot met op de x-as het aantal uren gestudeerd voor dit vak en op de y-as het behaalde cijfer voor dit vak. Is dit verband lineair? Nou, als je een rechte lijn tussen die twee variabelen trekt, dan valt het op dat voor lage waarden van uren eigenlijk alle geobserveerde data onder de regressielijn liggen. Hetzelfde geldt voor hoge waarden van uren. En voor gemiddelde waarden van uren liggen bijna alle geobserveerde waarden erboven. Dit is meestal een teken dat je met een kwadratisch verband van doen hebt. Dat kwadratische verband, wat één voorbeeld is van een curvilineair verband, past beduidend beter dan dat lineaire verband waar we net naar kijken. Je ziet dat de lijn hier over alle waarden van uren veel dichter bij de geobserveerde data ligt. En nu ga ik uitleggen waarom die kennis over interacties relevant is. De definitie van een interactie-effect is dat het effect van één variabele afhangt van de waarde van een andere variabele. Bij een curvilineaire relatie hangt het effect van één variabele af van de waarde van diezelfde variabele. Dat betekent dus dat het effect van x verschilt voor elke unieke waarde van x. Laten we even kijken hoe we een kwadratisch verband noteren in de regressieformule. Het zijn weer Lego-blokjes waarbij je het effect van b1 keer x1 hebt. Maar nu komt er een speciaal Lego Technics-blokje bij. Plus b2 keer x1 keer x1. En die term lijkt heel erg op een interactieterm. De interactieterm was plus b2 keer x1 keer x2. Maar in dit geval is het dus een interactie van de variabelen met zichzelf. En dat maakt het mogelijk voor het hellingsgetal om af te hangen van de waarde op die variabelen zelf. Als we die formule vereenvoudigen, dan zien we iets interessants. We zien dat de notatie van kwadratische regressie lijkt op de manier waarop je misschien op de middelbare school een kwadratische functie hebt leren tekenen.
a plus b keer x plus b2 keer x kwadraat. Nou, in regressienotatie zeggen we de afhankelijke variabele i voor elk individu sub i is gelijk aan een intercept a plus een hellingsgetal keer de individuele waarde op de voorspeller x plus een tweede hellingsgetal keer de individuele waarde op x kwadraat plus voorspellingsfouten epsilon sub i. Hoe interpreteer je nu deze coëfficiënten? De coëfficiënt a, dat is nog steeds de intercept van de regressielijn. Het hellingsgetal b1, dat is nu het hellingsgetal van de raaklijn op de parabool voor de waarde x is gelijk aan 0. En het hellingsgetal b2, dat is de verandering in het hellingsgetal b1 als x met één stapje omhoog gaat. Dus als x één stapje omhoog gaat van 0 naar 1, dan krijg je als hellingsgetal b1 plus b2. Je kan een kwadratisch verband dus zien als een interactie van een variabele met zichzelf of als de kwadratische formule. Allebei die manieren kunnen helpen om te begrijpen wat we hier aan het doen zijn. Maar hoe weet je of een verband kwadratisch is? De eerste manier om dit te bepalen is om naar de scatterplot te kijken en je eigen intuïtie te gebruiken. Bijvoorbeeld, toen we keken naar uren en behaald cijfer, toen zagen we lichte kwadratische vorm in de data. En dat is een goede aanwijzing dat je hier een kwadratisch verband kan gebruiken. Bij echte data komt dit ook wel eens voor, dat je ziet dat er zo'n boogje in de data loopt. Een andere manier om dit te bepalen, waarbij je meer statistiek gebruikt als een handleiding, dat is de incremental F-toets. Bij de incremental F-toets begin je dan met een lineaire regressie en vervolgens voeg je de kwadratische term toe. Als dat model met de kwadratische term nou significant meer variantie verklaart dan het lineaire model, dan kan dat een aanwijzing zijn dat er hier sprake is van een kwadratisch verband. Hier is een voorbeeld met diezelfde data over het aantal studieuren en het behaalde cijfer. Als ik kijk naar een lineair effect, dan krijg ik een verklaarde variantie van 0,36. Dat betekent dus dat 36% van de spreiding in behaalde cijfers verklaard wordt door een lineaire functie van het aantal gestudeerde uren. Ik zie ook dat zowel de intercept als het hellingsgetal van uren allebei significant zijn. Nu voeg ik een kwadratische term van uren toe. Dat betekent in SPSS dat ik mijn variabele uren neem en die kwadrateer en opsla in een nieuwe variabele. Dus ik heb letterlijk een variabele uren kwadraat. En door die in mijn regressieanalyse te stoppen, krijg ik het effect van de kwadratische term. Deze kwadratische regressie verklaart 60% van de spreiding in behaalde cijfers. Dat is een stuk hoger dan 36%. We gaan zo meteen toetsen of het ook significant hoger is. Als we kijken naar de regressiecoëfficiënten, dan zien we wederom dat alle coëfficiënten significant zijn. We zien ook dat er een positief effect is van het aantal gestudeerde uren. Dat is dus het hellingsgetal van de raaklijn op de parabool voor 0 gestudeerde uren. En voor elk extra uur dat een student daarbij studeert, wordt die raaklijn 0,0001 platter. En nu gaan we kijken of het kwadratische model daadwerkelijk meer variantie verklaart dan het lineaire model. En daarvoor voeren we een delta r kwadraat toets uit. Deze toets hebben jullie eerder gedaan toen we kennis maakten met multiple regressie en ook toen we gingen kijken of er sprake was van een significante interactie. Nu gaan we hem weer gebruiken om te kijken of er sprake is van een significant kwadratisch verband. Delta r kwadraat was 0,24, dus er is een toename van 24% in de verklaarde variantie. Daar hoort een F-toets bij met 1,97 vrijheidsgraden. 1, omdat we 1 extra parameter toevoegen aan het regressiemodel door die kwadratische term toe te voegen. En 97, dat zijn de error degrees of freedom. Dus we hebben in dit geval waarschijnlijk 100 proefpersonen gehad. De F-waarde is 57,64, dat is heel groot. En daar hoort een hele kleine P-waarde bij. Dus ja, het curvilineaire model verklaarde significant meer variantie dan het lineaire model.
Als we eenmaal weten dat er sprake is van een curvilineair verband, dan kunnen we ook nog een aantal conclusies trekken over de vorm van dat verband. Je kan bijvoorbeeld vragen of het verband convex is of concaaf. En er zijn een aantal vuistregels die je kan hanteren om het verschil tussen die twee te onthouden. Je ziet hieronder een plaatje van een convexe functie. En bij een convexe functie volgt de parabool een V-vorm. Bij een concave functie volgt hij een omgekeerde V-vorm. Eén ezelsbruggetje om dit te onthouden is dat een convexe functie de V in een naam heeft zitten. Een tweede vuistregel is dat bij een convexe functie de B2, dus het hellingsgetal van de kwadratische term, groter dan 0 is, dus positief. En de convexe functie gaat ook aan beide kanten omhoog. Bij de concave functie is het effect van de kwadratische term kleiner dan 0, dus negatief. En inderdaad gaat de concave functie aan beide kanten naar beneden. Een makkelijke manier voor de millennials om dit te onthouden is dat een convexe functie een happy smiley heeft en dat is positief. En een concave functie heeft een sad smiley en dat is negatief. Dus de sad smiley loopt zo en de happy smiley loopt zo. Ik heb ook een appje geprogrammeerd om een beetje te experimenteren met de convexe en concave kwadratische regressie. Laten we daar even naar kijken. In deze app zien we een kwadratische regressielijn en we kunnen gaan spelen met de waarde van de intercept, de lineaire sloop en de kwadratische sloop. De intercept is nu gelijk aan 0 en inderdaad zie je dat deze lijn de assen snijdt op het nulpunt. Als we omhoog gaan met de intercept, dan zie je dat de lijn van de parabool de y-as steeds hoger snijdt. En als we onder de 0 gaan zitten, bijvoorbeeld min 3, dan zie je dat de intercept ook negatief wordt. De lineaire sloop is, zoals ik al zei, een raaklijn van de functie op het punt waar x gelijk is aan 0. En nu is dat hellingsgetal van die raaklijn gelijk aan 0. En inderdaad zie je dat dit de piek van de parabool is, dus het hellingsgetal is daar gelijk aan 0. Als we het hellingsgetal groter maken, dan zie je dat de raaklijn op het punt x is 0 ook een positieve waarde heeft. En daardoor verschuift de piek van de parabool. De kwadratische sloop is nu positief. En daardoor zien we een positieve convexe functie. Die lijkt dus op een lachende smiley. Als we die negatief maken, dan krijgen we een negatieve parabool die lijkt op een droevige smiley. Een tweede ding wat we kunnen doen met kwadratische functies is het maximum of minimum uitrekenen. Net als bij alle andere kwadratische functies. Dat kan nuttig zijn als we bijvoorbeeld een uitspraak willen doen over wat het optimale aantal studieuren is voor dit vak. Als je naar die functie kijkt tussen het aantal studieuren en behaalde cijfer, dan zie je dat die functie ergens een piek heeft. Je zou kunnen zeggen dat dat het optimale aantal studieuren is. Nou, net zoals bij alle kwadratische formules kan je dit maximum of minimum uitrekenen op basis van de parameters van die functie. En de formule daarvoor is min b1 gedeeld door 2 keer b2. Dus als we die formule invullen op basis van de parameters van deze functie, de b1 was 0,08, dus boven de deelstreep vullen we in min 0,08. En de b2 was min 0,0001, dus onder de deelstreep vullen we in 2 keer min 0,0001. En dat geeft ons een maximum van 284 en dat komt overeen met wat we zien in het plaatje. Ik heb eerder al uitgelegd dat b1 het effect is van een raaklijn op de parabool voor x is gelijk aan 0. Maar je kunt ook het effect op elke specifieke waarde langs de x-as uitrekenen. Hoe doe je dat? Als je wil weten wat het effect van uren is voor een specifieke waarde van uren, dan moet je een raaklijn uitrekenen. En de definitie van een raaklijn, dat is een lijn die aangeeft hoe steil een parabool is op een specifiek punt langs de x-as. Het hellingsgetal van de raaklijn, dat is de afgeleide van de kwadratische formule. Dus als de formule fx gelijk is aan a plus b1 keer x plus b2 keer x kwadraat, dan is de afgeleide daarvan 0 plus 1 keer b1
keer x tot de nulde plus 2 keer b2 keer x tot de eende. En als we dat vereenvoudigen, dan valt die eerste 0 valt weg. Plus 1 keer b1 keer x tot de nulde. X tot de nulde is gelijk aan 1. Want alles tot de nulde is gelijk aan 1. Dus dit wordt gewoon b1. En 2 keer b2 keer x tot de eende. Dat verenigvoudigt tot 2 keer b2 keer x. Dus de afgeleide is b1 plus 2 keer b2 keer x. Je ziet dat we in die formule, onderin deze slide, alleen nog maar het aantal uren hoeven in te vullen en dan weten we hoe steil de raaklijn is voor dat specifieke aantal uren. Ik heb ook een Shiny app geprogrammeerd om dat te laten zien. Laten we daar even naar kijken. In deze app zien we de data van het voorbeeld over het aantal studieuren en het behaalde cijfer. We zien ook een kwadratische regressielijn en we zien hier een platte lijn. Die geeft ons de raaklijn op de regressielijn. Hier zie je een tabel met de parameters van deze regressielijn. We zien dat de intercept negatief is. Nou, de intercept zien we niet binnen het bereik van deze data, want de student die het minste aantal uren heeft gestudeerd, heeft 80 uur gestudeerd. Dus 0 ligt ergens helemaal hier. Maar voor een student die 0 uren gestudeerd heeft, verwachten we een cijfer van min 3,8. De raaklijn voor een student die 0 uren gestudeerd heeft, die is 0,08. En voor elk extra uur dat een student studeert, wordt die raaklijn 0,0001 minder steil. En dat zie je ook als je van links naar rechts komt, dan zie je dat de parabool steeds minder steil wordt, totdat die hier zijn piek bereikt. Daar is de steilheid gelijk aan 0, een platte lijn, en vervolgens gaat die zelfs naar beneden. Met deze app kunnen we kijken wat de raaklijn is voor verschillende x-waarden. En nu doet hij dat voor de x-waarde van het maximum van deze grafiek. En daar heeft de raaklijn een steilheid van 0. Als we naar beneden gaan, dan krijgen we een positieve waarde voor de raaklijn. En hoe meer we naar beneden gaan, hoe steiler die raaklijn ook is. Zie je dat? Als we helemaal naar beneden zouden gaan tot x is 0 uren, dan krijgen we een raaklijn van 0,08. Maar dat is binnen de data in deze grafiek niet mogelijk. Hier staat ook een formule die we kunnen invullen om de raaklijn te krijgen. De effect size voor 120 uren is 2 keer b2 keer 120 plus b1. En als je deze waarde daarbij invult, dan kom je uit op 0,05. Als we kwadratische functies gebruiken, moeten we ook oppassen voor een aantal dingen. En één daarvan is extrapoleren. Stel je voor dat je deze data ziet. Je ziet een stijgend, licht kwadratisch verband tussen het gestudeerde aantal uren en het behaalde cijfer. Maar kun je op basis van deze data concluderen dat het altijd beter is als je meer uren studeert? Nou, niet per se, want het maximum van deze functie ligt buiten het geobserveerde bereik van de data. Als ik op basis van deze data het maximum uitreken, dan kom ik op 580 studieuren. Dat is erg veel. Is het zinvol om uit te rekenen hoe groot het effect van uren is buiten het geobserveerde bereik van de data? Ik zou zeggen van niet, want er zou bijvoorbeeld ook sprake kunnen zijn van een ceiling effect, een plafond waar je tegenaan loopt. Het is aannemelijk dat je cijfer verbetert als je meer studeert, maar op een gegeven moment zit je tegen een plafond aan en wordt het gewoon niet beter. En daarom is het belangrijk om altijd rekening te houden met het feit dat je alleen de data uit je steekproef hebt gezien en dat je moet oppassen met extrapoleren buiten dat bereik van de data. Dit geldt natuurlijk ook voor gewone lineaire regressie, waar we de afgelopen weken naar hebben gekeken. Maar voor kwadratische modellen is dit extra belangrijk, omdat kwadratische modellen flexibeler zijn dan lineaire modellen. Wat bedoel ik daar precies mee? Dat ga ik nu uitleggen. Een kwadratisch model is één voorbeeld van wat we noemen een polynomiaal model. Je kan je model namelijk zo complex maken als je wilt. We hebben een lineair model geleerd, dat is i is gelijk aan a plus b keer x. Ik heb jullie net het kwadratische model geleerd, dat is i is a plus b keer x plus b2 keer x kwadraat.
Maar er is ook een kubisch model. Hoe dat eruit ziet, zie je in het derde plaatje hier onder de slide. De functie voor het kubische model is I is A plus B keer x plus B2 keer x kwadraat plus B3 keer x tot de derde. Elk van deze stapjes, lineair, kwadratisch, kubisch, is een polynomiale functie van x. En je zou in het algemeen kunnen zeggen dat de polynomiale functie de vorm heeft b0 keer x tot de nulde. Dat is de intercept a, want x tot de nulde vereenvoudigt naar 1. Dus b0 keer 1, dat is b0. En die noem ik vaak ook a. Plus b1 keer x tot de eende. Nou, x tot de eende, dat is gewoon x. Plus b2 keer x kwadraat, plus b3 keer x tot de derde, plus b4 keer x tot de vierde, enzovoorts, tot en met bk keer x tot de kade. Dus de algemene vorm van een polynomiale functie, die ziet er zo uit. En als je zou willen, dan zou je steeds incrementele f-toetsen kunnen gebruiken om te testen of de fit significant beter wordt als je hogere orde polynomiale termen toevoegt. Ik kan je alvast verklappen dat de fit beter wordt met elke polynomiale term die je toevoegt. Maar daar kleeft ook een risico aan. Want modellen met meer polynomiale termen zijn flexibeler. En flexibeler betekent dat ze de data beter fitten. Maar soms is een model zo flexibel dat het niet alleen het patroon in de data gaat fitten, maar ook willekeurige ruis. Dat is niet goed, want zo'n model generaliseert niet meer naar nieuwe data. Ik heb een app geprogrammeerd om dit fenomeen te laten zien en dat is een erg belangrijk onderwerp, want modellen die te flexibel zijn, zijn niet betrouwbaar. In deze app zie je een grafiek met data voor een x- en een y-variabelen. Allebei die variabelen bestaan uit volstrekt willekeurig getrokken nummers. Er zou dus geen verband tussen x en y moeten zijn, behalve op basis van puur toeval. We zien hier opnieuw de parameters van een regressievergelijking. En in dit geval is het een regressie met alleen de intercept. Nou, alleen de intercept geeft ons een platte horizontale lijn. En die snijdt de y-as op de gemiddelde waarde van de y-variabelen. En de gemiddelde waarde daarvan is -0,12. Deze regressie verklaart 0% van de variantie. De r-kwadraat is 0. En dat komt omdat de r-kwadraat een breuk is van de variantie verklaard door de regressielijn gedeeld door de variantie rondom een lijn van het gemiddelde. En in dit geval is een platte regressielijn precies hetzelfde als de lijn van het gemiddelde van y. Dus 0% verklaard. Die intercept is ook de nulde polynomiaal. Dat betekent dus het effect van x tot de macht 0 en x tot de macht 0 is gelijk aan 1. Dus dan krijg je een intercept. Als we de eerste polynomiaal toevoegen, dan krijgen we b1 keer x. En dat is een bekende lineaire univariate regressie. Nu krijgen we een stijgende lijn omhoog. En die heeft een hellingsgetal van 0,4. Alle coëfficiënten zijn hier niet significant, maar dat maakt voor dit voorbeeld eigenlijk niet uit. Die bivariate regressie verklaart 8% van de variantie in de y-variabelen. En we zien inderdaad dat die iets dichter bij de punten ligt dan de horizontale lijn. Als we nog een polynomiaal toevoegen, dan krijgen we b2 keer x kwadraat. En dat heeft een positieve waarde. En inderdaad herkennen we de convexe positieve vorm die ons doet denken aan een lachende smiley. En nu verklaart de regressie 38% van de variantie. Dat is een behoorlijke toename. Wat zou er gebeuren als we polynomialen blijven toevoegen? Nou, je zal zien dat bij elke polynomiaal de verklaarde variantie omhoog gaat. Maar wat er ook gebeurt, en dat wordt echt goed zichtbaar bij de vierde polynomiaal, is dat de regressielijn gekke sprongen gaat maken tussen de geobserveerde data. Hij ligt heel dicht in de buurt bij deze twee punten, en dan maakt hij een gekke sprong omhoog om weer terug te komen bij deze twee punten. Dan maakt hij een gekke sprong naar beneden om weer omhoog te komen bij dit punt. En dan maakt hij een enorme sprong hier om weer bij deze punten terug te komen. Dit is een voorbeeld van hoe een regressie met veel voorspellers flexibel wordt. Zo flexibel dat hij gekke sprongen gaat maken om ruis in de data te verklaren. Dat fenomeen noemen we overfitting. Als een regressie overfit is, dan beschrijft hij de data in jouw steekproef
heel goed. Je ziet hier dat die lijn heel dicht in de buurt ligt van alle punten. Maar nieuwe data voorspelt die hartstikke slecht. Stel je voor dat je een nieuwe persoon uit de populatie trekt die een x-waarde heeft van 0,25. Nou, die persoon zou waarschijnlijk ongeveer hier vallen. Dan is er ook een gigantische voorspellingsfout ten opzichte van de regressielijn. En hoe flexibeler je regressielijn wordt, hoe beter die past bij de geobserveerde data en hoe slechter die past bij nieuwe data. En dat betekent dus dat jouw model alleen de geobserveerde data beschrijft, maar niet goed generaliseert naar nieuwe data. Als een model niet goed generaliseert, dan is het niet betrouwbaar en dan kan je dus de conclusies op basis van dat model ook niet generaliseren. Hier moet je heel erg voor oppassen. Het is dus altijd zaak dat je regressiemodel zo complex is als nodig om de patronen in de data te beschrijven, maar niet te complex, want dan krijg je een overfit model dat niet goed generaliseert. Wat gebeurt er met een model dat extreem overfit is? Laten we even gaan kijken. Ik blijf polynomialen toevoegen. Met de vijfde polynomiaal verklaar ik 83% van de variantie. En met de zesde polynomiaal verklaar ik 100% van de variantie. We zien nu dat de regressielijn precies door elk van de datapunten heen gaat. En dus beschrijft hij de data perfect. We zien ook dat de sprongen tussen de datapunten extreem groot zijn geworden. De grafiek gaat hier zelfs naar beneden tot ongeveer min 20. Dat betekent dus dat deze functie hele slechte voorspellingen zal maken voor nieuwe data. Er gebeurt ook iets grappigs. Alle standaard errors en p-waarden ontbreken nu. Hoe komt dat? Dat komt omdat dit model niet meer geïdentificeerd is. Er zijn namelijk precies evenveel parameters in het model als dat er datapunten waren. Ik tel 7 parameters en 7 datapunten. Met andere woorden, je regressiemodel beschrijft nu letterlijk de data. Het is niet langer een versimpeling of vereenvoudiging van de data. En daarom is de verklaarde variantie ook 100%. Een model met evenveel parameters als datapunten beschrijft letterlijk de data. Nou, in toegepast onderzoek krijg je vaak te maken met overfitting, wanneer onderzoekers heel veel controlevariabelen toevoegen. En het probleem wordt erger wanneer de dataset ook klein is. Want dan kom je dus dichter bij deze situatie, dat de data perfect beschreven gaan worden. Er is nog iets waar we voor moeten oppassen met kwadratische modellen. En dat zijn outliers. Stel je voor dat je data er als volgt uitzien. We hebben links een groepje participanten die een nagenoeg lineaire trend omhoog laten zien. En we hebben rechts een ander groepje participanten die daar een beetje op een kluitje liggen. Welk model is hier geschikt? Is het een lineair model dat dwars door allebei de groepen gaat? Is het een kwadratisch model dat afbuigt na de eerste groep en dan teruggaat naar de tweede groep? Of is er misschien nog iets anders aan de hand, dat het groepje data aan de linkerkant van de grafiek een lineair verband omhoog laat zien en het groepje aan de rechterkant van de grafiek eigenlijk outliers zijn? Het is aan jullie om dat te bepalen. Je kunt daarvoor natuurlijk outlier-analyses doen, of je kan kijken of er misschien iets mis is met deze participanten, of dat ze misschien uit een heterogene subgroep van je steekproef komen. Als je met echte data werkt, moet je daar goed kritisch over nadenken. Kan ik jullie een stappenplan meegeven voor hoe je kwadratische regressie uitvoert? Jazeker. Stap 1 is altijd om naar de scatterplot te kijken. Kijk hoe je data eruit zien. Soms geeft dat al genoeg aanwijzingen dat er sprake is van een kwadratisch verband. Als je denkt dat er een kwadratisch verband is, dan gebruik je in SPSS het commando compute om een kwadratische term te berekenen. En dat betekent letterlijk dat je je predictor met zichzelf vermenigvuldigt en opslaat in een nieuwe variabele. Die variabele voeg je toe als extra predictor aan je lineaire model. En dan gebruik je een incremental F-toets om te kijken of het toevoegen van die kwadratische term significant extra variantie verklaart bovenop het lineaire model. Als dat zo is, dan ga je de kwadratische vorm interpreteren. Stel eerst vast of die convex of concaaf is. Bereken eventueel minimum of maximum als dat binnen het bereik van je data ligt. En plot
de voorspelde regressielijn in SPSS, zodat je de vorm van de functie in de scatterplot kan zien. Hopelijk zien jullie inmiddels waarom ik heb gezegd dat regressie een van de meest veelzijdige statistische modellen is. We hebben nu veel verschillende toepassingen gezien van regressie. We hebben de lineaire regressie gezien met een effect van x op y. We hebben gezien hoe je dummies kan gebruiken om een verschil tussen twee of meer groepen te bepalen. En dat vervangt eigenlijk de t-toets of de ANOVA. We hebben naar interacties gekeken. Dat is een situatie waarin het effect van x op y afhangt van de waarde van een derde variabele z. En vandaag hebben we non-lineaire regressie geleerd door middel van polynomialen. En in die gevallen hangt het effect van x op y af van de waarde van x zelf. In de sample sessie ga je straks nog een interessante toepassing van regressie zien. Er wordt eerst een lineaire regressie geschat van het effect van het aantal kinderen, gecodeerd van 0 tot en met 4, op levensgeluk. En vervolgens worden er dummies gemaakt voor het aantal kinderen. Die dummies worden één voor één toegevoegd aan de regressie om te kijken of een specifiek aantal kinderen afwijkt van de lineaire trend op geluk. Dit is een hele flexibele en veelzijdige toepassing van regressie die je niet zo vaak tegen gaat komen. Het werkt omdat het aantal kinderen een ratiovariabele is die alleen maar hele nummers aanneemt. Je hebt nooit een half kind. Dus je kan hier zowel een continue lineaire regressie schatten als dummies berekenen. En je kan dat ook combineren om te kijken of er afwijkingen zijn van de lineaire trend. Dit is een mooi voorbeeld omdat het laat zien hoe creatief je kan gaan werken met deze techniek die jullie geleerd hebben. Tot slot wil ik nog één keer terugkomen op de causaliteitsvraag. Wanneer mag je eigenlijk spreken van causaliteit? Stel je voor dat we gewoon de standaard lineaire regressie hebben. Dat model, wat ik hier met een doosdiagram heb weergegeven, geeft aan dat er een effect is van x op y. Maar dat effect is een aanname van je model. Het is niet andersom. Een significant effect betekent niet dat er een causaal verband is. Je mag causaliteit aannemen als variabelen samenhangen en de ene variabele de andere voortgaat in de tijd en alle alternatieve verklaringen zijn uitgesloten. En reverse causality, dat y eigenlijk x veroorzaakt, dat is ook een alternatieve verklaring. Hoe toets je die samenhang? Nou, samenhang kan je testen met correlatie of regressie of een t-toets of een griekkwadraattoets of wat je maar wilt. Als die significant is, dan is er sprake van samenhang. Hoe bepaal je voortgang in de tijd? Daarvoor moet je of terugvallen op de theorie, of de experimentele methode gebruiken, want bij de experimentele methode pas jij de manipulatie toe en daardoor bepaal jij de voortgang in de tijd. En je meet de uitkomst pas nadat je de manipulatie hebt toegepast. Hoe zit het bij theorie? Als we denken aan het gestudeerde aantal uren en het cijfer voor de scriptie, is het dan aannemelijk dat studieuren voorafgaat aan het behaalde cijfer? Ja, natuurlijk, want je doet je tentamen pas aan het einde van het vak. Maar wacht eens even. Misschien heb je al eerder statistiekvakken gedaan en daar goede cijfers voor gehaald. Er is vast een sterke correlatie tussen jouw eerder behaalde cijfers en je cijfer voor dit vak. Zou het dan misschien zo kunnen zijn dat jouw eerder behaalde cijfer motivatie geeft om meer uren te studeren? Als dat zo is, dan is er dus ook sprake van reverse causality. Dus de theorie is niet eenduidig dat uren het cijfer veroorzaakt. Hoe zit het dan bij de betrokkenheid van de vader en probleemgedrag van het kind? Nou, aan de ene kant zou je kunnen voorstellen dat als de vader afwezig is, dat de moeder dan al het opvoeden in haar eentje moet doen. Dat is erg veel werk, eigenlijk te veel voor één ouder. En dus misschien gaat het kind probleemgedrag vertonen. Andersom is het ook denkbaar dat als een kind probleemgedrag vertoont, dat de vader zich terugtrekt omdat het te veel is. Of het is ook denkbaar dat de vader juist meer betrokken wordt omdat het duidelijk is dat het kind extra aandacht nodig heeft. Kortom, de causaliteit zou allerlei kanten op kunnen lopen. De theorie is niet eenduidig. Deze twee voorbeelden illustreren dat
er verschillende theorieën denkbaar zijn, zelfs voor deze simpele voorbeelden. En andere mensen kunnen het oneens zijn met de causale aannames van jouw theorie. Daarom moet je je theorie altijd goed onderbouwen en je moet alternatieve verklaringen erkennen. Bijvoorbeeld in de discussiesectie van je artikel of van je scriptie. Tot slot, hoe kan je alternatieve verklaringen uitsluiten? Nou, één manier is opnieuw met de experimentele methode. Door deelnemers willekeurig toe te wijzen aan groepen, krijg je idealiter de situatie dat er geen systematische verschillen zijn tussen de experimentele groep en de controlegroep. Maar het kan natuurlijk ook, puur op basis van kans, gebeuren dat er wel verschillen zijn tussen die twee groepen. Willekeurige toewijzing is alleen de meest betrouwbare manier om ervoor te zorgen dat er waarschijnlijk geen verschillen zijn. Hoe doe je dit in correlationeel onderzoek? Heel veel sociologisch onderzoek maakt gebruik van bestaande correlationele datasets. In correlationeel onderzoek kan je, door controlevariabelen te gebruiken die een belangrijke theoretische rol spelen bij het effect wat jij bestudeert, andere verklaringen uitsluiten. Maar als je even terugdenkt aan dat fenomeen van overfitting, wat ik heb uitgelegd, dat je model te flexibel is, dat gaat hier ook weer op. Dus wees voorzichtig en voeg niet te veel controlevariabelen toe en zeker niet controlevariabelen die eigenlijk niet relevant zijn. Dus je moet altijd een beetje proberen de rem te houden op het aantal controlevariabelen, maar wel ervoor zorgen dat je de belangrijke controlevariabelen mee hebt genomen. Dus je probeert een balans te vinden tussen een simpel model en een model dat precies zo complex is als het moet zijn om de data adequaat te fitten. En denk dan terug aan het vorige college, waarin ik uitlegde dat om causale verbanden te kunnen trekken, dat je alle relevante controlevariabelen moet meenemen. Nou, dat is in werkelijkheid meestal natuurlijk niet haalbaar. Al is het maar omdat je model daar te complex van zou worden. Maar er is nog een reden, namelijk dat er sprake kan zijn van lurking variables. Een lurking variable is een belangrijke controlevariabele, maar die je niet gemeten hebt. Dus er zijn vaak ook nog belangrijke factoren die niet eens in je dataset zitten. Dat is een probleem, want als je die variabelen niet meeneemt in je analyse, dan kan je die alternatieve verklaring niet uitsluiten, maar je hebt hem niet gemeten, dus je kan hem ook niet meenemen in je analyse. En dan kan je officieel geen causale verbanden trekken. In werkelijkheid is dit criterium misschien onhaalbaar, maar het is heel belangrijk om te beseffen dat de conclusies die je kan trekken op basis van jouw regressieanalyses afhangen van aannames over causaliteit. En als je geen experimentele data hebt verzameld, dan kunnen mensen die aannames in twijfel trekken en het is belangrijk dat jij ze zelf ook in twijfel trekt. Dat is de stof van vandaag. Tot volgende week.